Welkom bij deze presentatie over innovatieve apps in het openbaar vervoer. Ik ga deze presentatie samen doen met mijn collega, Jamie Kranen. En ikzelf ben Rob Vermeulen. Wij zijn twee collega's van elkaar en we werken allebei bij de Nederlandse Spoorwegen. En wel bij het MLAB. Het MLAB is een kleine entiteit binnen de Nederlandse Spoorwegen, wat zich bezighoudt met het ontwikkelen van mobiele applicaties. Nou, ik zei net, het MLAB is een kleine entiteit binnen de Nederlandse Spoorwegen die zich bezighoudt met het ontwikkelen van applicaties voor onze reizigers. En dat team dat bestaat uit 7 personen. We hebben een product owner die de organisatie enorm goed kent en ook klantwensen goed weet te laten landen binnen de organisatie. We hebben een business analyst, Joël, die zag je hier net ook ergens rondlopen. 2 Android-ontwikkelaars, 2 iOS-ontwikkelaars en een vormgever / interaction designer. En met deze 7 personen maken we eigenlijk alle applicaties voor de Nederlandse Spoorwegen. Deze presentatie zal opgebouwd zijn uit 3 onderdelen. Ik vertel heel kort even wat over het mobiele lab. Vervolgens laten we een aantal toepassingen zien die we gebouwd hebben. En we laten ook zien hoe dat werkt. Dan zal mijn collega er ook wat over vertellen. En daarna zullen wij wat vertellen over de architectuur. Hoe dingen ingericht zijn qua architectuur en infrastructuur. Eerst even iets over onze werkwijze. Nou, er staan een aantal puntjes, die hebben de meeste van jullie denk ik al wel gelezen. Laten we er eentje pakken. Multifocus, omdat we met een heel klein team zijn, 7 man. En behoorlijk wat applicaties maken op jaarbasis zijn we vaak met meerdere applicaties tegelijkertijd bezig. En je moet dus multifocus, je moet je kunnen concentreren op verschillende projecten waar je mee bezig zijn. Je moet je kunnen concentreren op meerdere projecten tegelijkertijd. Geen 9 tot 5 mentaliteit en commitment heeft er alles mee te maken dat we onze uiterste best doen om applicaties zo goed mogelijk voor de klanten te maken. We beheren die applicaties ook zelf. We doen eigenlijk alles zelf van het begin tot het einde. Mocht een applicatie niet werken, en als dat om 's avonds om 10 uur is, dan loggen wij even in op de computer en dan fixen we het gewoon zelf. De Reisplanner Extra, nou, die kennen de meeste van jullie wel. Mag ik jullie vragen wie allemaal de Reisplanner geïnstalleerd heeft op de smartphone? Kijk, dat verwacht ik ook wel. Het bekendste product, maar we maken veel meer. En ik hoop dat jullie na deze presentatie zien inderdaad dat wij niet alleen de Reisplanner Extra maken, maar dat we veel meer doen. We hebben meer dan 4 miljoen downloads van de Reisplanner Extra. We ontwikkelen dat voornamelijk voor iOS en Android. Dat is ook wel logisch gezien de samenstelling van ons team. En we hebben 4 sterren in de store. Afhankelijk van of je in de iStore kijkt of in Android fluctueert dat een beetje. Maar wij doen er alles aan om zo hoog mogelijk te raten. De klant, onze reiziger, is het belangrijkste voor ons. En wij doen er alles aan dat zij gewoon hele goede tools tot hun beschikking hebben. Afgelopen jaar hebben we een iCulture prijs gewonnen, de beste Nederlandse app. Daar zijn we natuurlijk enorm trots op. Nou, ik gaf al aan, we ontwikkelen meer dan alleen de reisplanner. We ontwikkelen van heel klein tot heel groot. Dat grote scherm is inderdaad heel erg groot. Dat is 72 inch. Dat staat op Den Haag Centraal. Niet zo groot als dat je daar ziet, maar het is echt het is een enorme hoog scherm. En over deze applicatie vertellen we dadelijk wat meer. Los van het maken van apps, kijken wij ook welke technologie, welke innovaties we kunnen gebruiken. Die wat toe kunnen gaan voegen aan voor de reizigers. Een van die innovaties, deze paaltjes kennen de meeste van jullie wel, dat zijn in- en uitcheck paaltjes. Een innovatie waar we mee bezig zijn, is om te kijken, kunnen we met behulp van beacon technologie mensen automatisch inchecken, dan wel uitchecken. Of kunnen we op zijn minst mensen erop attenderen als we bijvoorbeeld vergeten uit te checken. NFC technologie, we hebben ik denk alweer 2 jaar geleden deze poster ontwikkeld met een chipje erachter. Die konden we op een evenement hangen of op een station. Kon je telefoon tegenaan houden en dan zag je bijvoorbeeld de actuele vertrektijden van dat station. NFC gaat veel verder. Banken gebruiken het tegenwoordig om te kunnen betalen met je telefoon.
Wij zijn bijvoorbeeld ook aan het kijken vanuit MLab van in hoeverre zou je telefoon kunnen gebruiken in plaats van je overchipkaart. Of kun je op zijn minst met behulp van je telefoon je overchipkaart uitlezen om te kijken of je bent vergeten uit te checken. Dat soort innovaties. En multidisciplinair stond ook in het rijtje. Wat inhoudt dat als er een Facebook-app gemaakt moet worden wat gewoon HTML is, dan kloppen we gewoon HTML. Nou, dit is een palet met applicaties die we afgelopen jaar hebben gemaakt. Het zijn er veel meer. Maar dit zijn er een aantal van waar we vandaag wat over gaan vertellen. Dat zijn deze. We laten wat zien over een horlogeapplicatie die we al een tijd geleden gemaakt hebben. De Streetpad, wat een heel groot informatiezuil is, die staat op Den Haag Centraal, vertellen we wat over. En over tablets die in een tafelmeubel verwerkt zijn in de servicewinkel, gaan we ook wat over vertellen. Nadat we daar wat over verteld hebben, gaat Jamie meer in op de architectuur, hoe wij dingen bouwen en hoe we dingen beheren. Ik heb het volgens mij al een aantal keer gezegd, de reiziger voor ons is van cruciaal belang. En ik wil nu even laten zien van oké, hoe luisteren wij naar de reiziger en hoe confronteren hoe zetten we dat daadwerkelijk om naar betere producten. We hebben een systeem dat heet Zendesk, dat is een klantenservice systeem. Waarbij als een reiziger een issue inschiet vanuit de app, dan komt dat in dit systeem. En wij als team, de ontwikkelaars, die lezen dit soort mail en wij reageren er ook zelf op. Is dus niet een losse. Er is wel vanuit de NS ook een klantenservice als je de NS opbelt. Maar dit soort correspondentie gaat rechtstreeks naar de ontwikkelaars toe. De stores, enorm van belang. Daar gaan mensen raten. Dus daar kunnen we zien wat mensen uiteindelijk van onze applicaties vinden. Wat ook erg handig is, is op het moment als je een nieuwe applicatie uitrolt. En dan zit iets niet goed. En dan heb je dat snel genoeg in de gaten. Mensen gaan 1 sterren geven en die geven dan ook vaak zinvolle commentaar van dit en dit werkt niet, fix dat alsjeblieft, dan krijg je weer 5 sterren. Nou, dat doen we dan direct. Crash reports, nou, die krijgen we gratis. Mocht het ooit crashen, en een nulpointer komt natuurlijk altijd, helft van de nulpointer exception komt natuurlijk altijd een keer voor. Als we dit soort dingen zien, dan proberen we daar zo snel mogelijk op te reageren. Dan kunnen we heel veel klanten voor zijn. Dan kunnen we snel een patch uitbrengen, fix uitbrengen, voordat meerdere klanten tegen dit soort problemen aanlopen. Wellicht hebben jullie het gezien. Er hebben de afgelopen weken posters gehangen op stations dat we testers zochten om de reisplanner extra te testen. En dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat wij 2 testgroepen hebben, alvorens we de app uitrollen naar het brede publiek. 1 testgroep dat is met de business, met de NS-medewerkers zelf. We hebben nu een 2e, dat is de alpha groep en een beta groep hebben we. Daar zitten meer dan 100 mensen, meer dan 100 reizigers in, die app kritisch bekijken. En als iedereen daar content mee is en er dus geen crashes zijn, et cetera, dan rollen we uit naar het grote publiek. Houdt niet in dat als er gewoon problemen zijn, dat wij altijd binnen een paar uur gewoon een nieuwe versie klaar kunnen hebben staan in de store, waarbij de problemen opgelost zijn. Dit gaat meer over de wat grotere veranderingen. Nou, meten is weten. Soms heb je discussies over wat belangrijk is in een app en wat niet belangrijk is in een app. Op zijn minst hebben we statistieken. Zo kun je hier bijvoorbeeld zien dat er op dit moment 3900 mensen actief met de app bezig zijn. En wat je ziet, ik weet niet of het voor iedereen te lezen is, bij de top 10 actieve schermen, zie je dat het reisadviespagina, dat is ook logisch, daar gebruiken mensen de reisplanner voor, dat is de meest gebruikte pagina. Dit heb ik net al enigszins gezegd. Als je een vraag hebt, kun je in de app zelf kijken of je daar een antwoord vindt. We hebben een FAQ. Mocht je niet uit kunnen, dan kun je altijd ondersteuning vragen. Je kunt een mail achterlaten en dat komt in Zendesk terecht. En dat pakken wij als ontwikkelaars op en we reageren daar vrijwel direct op. Waarom doen we dit? Nou, om uiteindelijk een inventarisatie te kunnen maken van oké, wat levert bij de klanten? Wat willen klanten? En we maken om de aantal maanden maken we een top 5 met klantwensen. Eén klantwens was bijvoorbeeld, zouden jullie de treinsamenstelling kunnen laten zien? Of in ieder geval de lengte van de trein die eraan komt. Want dan weet ik waar ik alvast kan gaan staan op het perron. Nou,
niet iets waar ik zelf heel snel over nagedacht had. Maar als je dat maar vaak genoeg hoort, dat die wens er is, dan komt hij uiteindelijk op zo'n in zo'n top 5. En dan gaan we kijken van oké, hoe kunnen we dat oplossen? Nou, sommige wensen kunnen we makkelijk binnen ons kleine team zelf oppakken. Je kunt je voorstellen dat als iemand vraagt, ik wil graag niet meer met mijn overchipkaart niet meer gebruiken, maar ik wil mijn telefoon gebruiken als overchipkaart. Ja, dan redden we dat niet met dat kleine team van 7 man. Maar dan kunnen we het in ieder geval wel aan de organisatie aangeven van kijk, dit leeft er bij de klanten. Hoe kunnen we proberen om die kant in te gaan bewegen? Nou, de reisplanner. De meeste van jullie hebben deze geïnstalleerd. We laten hier een paar functionaliteiten van zien. Ik zal zelf wat vertellen over de treinradar. En dan geef ik het woord aan mijn collega. Ik heb niet gevraagd wie allemaal iOS en Android heeft, maar deze functionaliteit zit in de Android variant. En die komt binnenkort ook beschikbaar voor iOS. Wat zie je hier? Je ziet alle treinen van de NS, van de vervoerder NS. En je ziet de intercities en de sprinters. En die zie je eigenlijk gewoon real-time op de kaart van Nederland. Als je op een treintje klikt, dan krijg je de treindetails te zien. En wat dan leuk is, is dat je hier eigenlijk meteen een aantal klantwensen terug ziet komen. Want de samenstelling van de trein kun je zien. Je ziet het plaatje, je ziet oké, het is een sprinter. Zo'n soort trein, ja, daar ga ik dadelijk instappen. En je ziet ook de lengte. En daar staat 4 delen. En voordat het woordje 4 delen er stond, hadden we een hele discussie gehad. Want op het moment dat je gaat vragen aan mensen binnen de NS, hoe heet dat? Dan krijg je terminologie van dat zijn rijtuigen of treinstellen of weet ik wat. En vraag je aan de klant, dan komen ze met compleet andere terminologie. Dus dan moet je weer de NS overtuigen dat we toch het woord maar delen gebruiken, omdat het de klant het meest aanspreekt. Mensen weten nu dat als een trein 4 delen heeft, hè, van waar ze op het perron zich voor kunnen gaan sorteren, waar de trein dan gaat stoppen. Klik je rechtsboven op dat kaartje, dan krijg je te zien waar die trein zich daadwerkelijk bevindt. En het leuke is ook dat je ook gewoon vloeiend over de kaart heen gaat. Elke 10 seconden krijgt deze applicatie een update van de positie. En tussen die 10 seconden interpoleert het treintje gewoon over die lijn heen. Dus je kijkt eigenlijk naar een trein, doorgaans die 5 of 10 seconden geleden die positie heeft gehad. Maar qua beleving is dat gewoon prima. Als je op het perron staat en je kijkt hiernaar, dan zie je hem gewoon echt binnenkomen. Nou, dat functioneel. Een aantal van jullie zullen de treinradar wel gezien hebben. Laten we heel kort even zien van wat dat nu inhoudt. Het is natuurlijk best een hele operatie. Hè, want de NS heeft een kleine 500 treinstellen. Die uitgerust moeten zijn, of uitgerust moeten worden, met apparatuur die de locatie, de positie van die trein, kan vertellen. Dat is nu het geval. Al onze treinen die hebben daar technologie voor, zodat ze informatie naar de wal kunnen sturen, naar een centraal systeem van de NS. Dat systeem noemen we binnen de NS de virtuele trein. De treinen zijn uitgerust met een soort van een zogenoemde sensorbus. Sensorinformatie over GPS, over de locatie, krijgen we daardoor binnen. Maar je krijgt veel meer binnen. Je krijgt ook temperatuur binnen. Je krijgt de positie van de trein, de snelheid van de trein. Wij gebruiken het om de klant te laten zien waar de trein zich bevindt. Andere onderdelen van de organisatie kunnen bijvoorbeeld op deze manier zien dat er defecten zijn binnen een trein. Wat hebben wij nu als MLab gemaakt? We hebben een API gemaakt die vastgekoppeld zit aan de virtuele trein. En die trein-API die werkt met behulp van WebSockets, stuurt hij meteen, op het moment dat hij informatie binnenkrijgt, meteen naar al de apps die luisteren naar de positie van een bepaalde trein. Dan geef ik nu het woord aan mijn collega. Ik ben Jamie Kranen, ook een van de Android-ontwikkelaars binnen het MLab. En ik ga verder op een aantal dingen belichten die in de huidige RPX zitten. Een van de dingen die we in de 4.1 release hebben toegevoegd is de beschikbaarheid van OV-fietsen. Een klacht van reizigers was dat als zij naar een bepaalde OV-fietslocatie gingen om te kijken of ze een fiets konden huren, dat daar geen fietsen meer beschikbaar waren. Wat we op deze manier gedaan hebben, is als iemand bij zijn locatie aankomt, het station, in dit geval station Utrecht, dan krijgt hij daar een overzicht van al de beschikbare OV-fietslocaties.
En de beschikbare fietsen die daar nog zijn, zodat die klant altijd een keuze kan maken voor een locatie waar nog een fiets beschikbaar is. Hier hebben we hele goede feedback over gehad. Een tweede item wat we in de 4.1 release hebben toegevoegd, dat is het kunnen boeken van zonetaxilocaties. Dus reizigers kunnen hier een zonetaxi-account aanmaken en dan een taxi boeken van of naar een station met een zonetaxi-standplaats. En dat zijn er 140 op dit moment. Een ander stukje functionaliteit waar we in de 4.0 release behoorlijk wat aandacht aan hebben besteed is de manier waarop we storingen weergeven in de applicatie. Oudere versies, stel een klant plant een reis, in dit geval van Os naar Utrecht Centraal, en er is iets met die reis, omdat bijvoorbeeld het tweede deel van zijn reis, in dit geval Sertogenbosch Utrecht, niet zou rijden, dan zou de vorige reisplanner zeggen dat dit reisadvies zou vervallen. Terwijl die reis misschien voor bepaalde klanten wel interessant is. Omdat ze misschien al in dat eerste deel zitten. Of toch die trein willen halen omdat ze weten dat die gegarandeerd op Sertogenbosch aankomt. Dat zie je hier ook. Het tweede deel van Sertogenbosch naar Utrecht, die rijdt niet, maar het eerste deel wel. En dat zie je hier ook mooi terug. Maar wat doe je dan als je op Sertogenbosch bent? Wat je kan doen in de 4.0 versie van de app, is op dit station tikken. En hij berekent dan automatisch alle volgende reizen naar Utrecht Centraal, want je bent immers al op Sertogenbosch. Je hebt eventueel nog informatie over stationsfaciliteiten en winkels. Dus dat geeft die reiziger meer mogelijkheden hoe hij zijn reis gaat vervolgen en wat hij met die informatie doet. In plaats van tevoren al te zeggen, dit is een reis die je eigenlijk niet zou kunnen nemen. En ook daar hebben we hele goede feedback gehad van reizigers die dat waarderen. En ook met ideeën komen om dat nog verder uit te breiden en nog beter te maken. Rob zei het in het begin van de presentatie al dat we niet alleen de reisplanner ontwikkelen, maar ook apps voor hele grote schermen zoals dit scherm wat in Den Haag staat, 72 inch. Daar kan ik de bovenkant niet aanraken. Ik ga nu eerst even een heel kort filmpje starten. Dat is een timelapse die we hebben gemaakt op Den Haag om te kijken hoe die reizigers nou en hoe die gebruikers met dit scherm werken. Dan moet je vooral ook even letten op de mensen die achter dit scherm staan. Het zijn twee schermen tegen elkaar aan, dus je hebt aan de voorkant en de achterkant een scherm. Kijk, je ziet hier al wat leuke dingen gebeuren. Streetpad is een initiatief van NS en HTM. HTM is de lokale vervoerder in Den Haag. Om een pilot neer te zetten op stations met informatievoorziening over en op en rond Den Haag. Nou, daar is de Streetpad uit ontstaan. Er is een stuk hardware aangeschaft destijds en aan ons gevraagd, kunnen jullie daar een leuke applicatie voor ontwikkelen? Dan hebben we gezegd, dat kunnen we wel, dus dat gaan we doen. Dus uiteindelijk is dat dit geworden. Het biedt de reiziger informatie over leuke bestemmingen in en rond Den Haag en geeft dan ook nog meteen het weer. Dus stel, je hebt een overzicht van al je bestemmingen wat je kunt doen in Den Haag als je op Den Haag Centraal aankomt. Toeristische informatie. Dan kies je hier een bestemming waar je heen wil. En het apparaat geeft een multimodaal reisadvies naar die bestemming. En met multimodaal bedoel ik, het is zowel een openbaar voeradvies, in dit geval HTM, omdat dat de lokale vervoerder in Den Haag is, een fiets en een loopadvies. En op deze manier geven die reiziger inzicht in leuke toeristische points of interest in en om Den Haag. Nou, in het begin van het filmpje zei ik dat je moest letten op vooral de mensen die aan de achterkant van het filmpje stonden. Nou, wat waren die nou aan het doen? Die waren een selfie aan het maken met het apparaat. Want er zit aan beide kanten zit een camera in. Daar kun je voor gaan staan. Je hebt dan een tapje selfie. Tik je op die knop, krijg je 5 seconden de tijd om een mooie pose te maken. Wordt een selfie gemaakt en die kan de reiziger dan op de ns.nl/selfie Facebookpagina posten. Maar het is natuurlijk ook een leuk communicatiemiddel, omdat deze meneer hier zegt, let op, ik ben een half uurtje later omdat er verstoring is. Dus dat is een leuk spelelement wat we in die streetpad hebben gestopt om te kijken wat vinden mensen daarvan.
Nou, als we dan kijken welke functionaliteit het meest gebruikt wordt bij die streetpad, dan is dat eigenlijk leuk om te zien dat het de selfie-functionaliteit is die het meest gebruikt wordt van allemaal, meer dan de planner-functionaliteit. Bij de reisplanner is dat natuurlijk andersom. Dus dat is wel heel mooi om te zien, dat mensen dat ook echt waarderen en ook echt gebruiken. Nou, hoe werkt dat dan? Het is uiteindelijk een Android-applicatie, wat daarop draait. Maar het is wel hele specialistische hardware. Het is gewoon een PC wat erom draait, met een klimaatkast daaromheen en een infrarode rand die de touch voorziet. Dus het is niet een direct Android wat er op het apparaat draait, maar het draait op Windows op een BlueStacks emulatielaag en daar draait dan Android op. En Windows stuurt eigenlijk die touch hardware aan. Plus het is ook nog makkelijk remote te beheren op deze manier. Dus het is wel native Android, maar het draait op een Windows machine op een stukje emulatie. Een vergelijkbaar concept als de streetpad zijn de servicewinkels die op verschillende stations staan. Utrecht, Breda, Arnhem, Rotterdam en Den Haag. Dat is een vergelijkbare applicatie met eenzelfde soort reisinformatie, maar dan ingebouwd in een tablet. Reizigers kunnen daarvoor aan staan, kunnen hun reisadvies plannen van en naar interessante plekken binnen die stad en kunnen dat ook printen. Je kunt je afvragen, is printen nog wel van deze tijd? Maar er zijn toch nog wel wat oudere mensen die dat reisadvies graag meenemen op papier. En volgens de statistieken, ik dacht dat er zo'n 1000 tot 5000 printjes per maand toch wel gemaakt worden. Of per week zelfs, dat moet ik even schuldig zijn. Dus dit soort dingen doen we ook binnen het MLab. Dan ga ik nu het woord weer geven aan Rob, die een stukje over de Wear app laat zien. Ja, leuk hè, zo. Leuk hè, zo ontwikkel je een applicatie voor een telefoon. Eigenlijk met dezelfde tools, hè, met dezelfde kennis, kun je dus ook gewoon een applicatie maken voor een enorm grote touchscreen. Dat draait immers gewoon Java, Android op. Zo ook op een kleine loge. Wie van jullie heeft trouwens de streetpad gezien in Den Haag? Dat zijn er niet veel. En de servicewinkels, zijn die bekend? Ja, een paar mensen. Nou, ik hoop dat jullie naar deze presentatie, op het moment dat je een keer in Utrecht komt, even de servicewinkel inglippen en kijken ja, hoe het er dat dan uitziet. Android Wear. Wie van jullie heeft een Android Wear smartwatch? Ja, dat zijn er ook heel erg weinig. Daar zal ik daar ook wat meer over vertellen. Wij zijn eigenlijk toen Google tijdens de Google I.O. vertelde over het bestaan van Android Wear, toen dachten wij van, hey, dat is interessant. Je kunt de reiziger dus gewoon reisinformatie geven op zijn horloge. En de reiziger kan gewoon ja, zijn reis maken door alleen maar op zijn horloge te kijken. Hij heeft zijn telefoon, hoeft hij niet continu uit zijn broekzak te halen. Toen dachten we, ja, is dat echt een probleem? Toen zijn we ook gaan kijken van, oké, hoe vaak kijken mensen nu op hun telefoon op het moment dat ze bezig zijn met een treinreis? En je zult misschien denken, nou, dat doe ik één keer. Hè, voordat ik op het moment dat ik wil alleen even weten van hoe laat die trein vertrekt vanaf het station. Maar het blijkt dat mensen heel erg vaak, hè, of zeker voordat ze gaan, elke minuut wel even checken. Of elke drie minuten wel even checken. Je moet maar naar jezelf kijken op het moment dat je met de trein gaat, hoe vaak je dat doet. Dan zul je versteld staan hoe vaak je dat doet. Wij dachten van, nou, hoe mooi zou het zijn dus als je mensen steeds meer smartwatches gaan gebruiken. Gewoon die reisinformatie kunnen aanbieden op het smartwatch. Daarvoor hebben we meer dan een jaar geleden al een pilot ontwikkeld. Daar heb ik 3 weken aan gewerkt. Wat hebben we gemaakt? We hebben een aparte Android-app gemaakt voor op de telefoon, waarin je 2 bestemmingen kon invoeren. Je kon je woonlocatie, je huis en je werklocatie invoeren. En je horloge zou je dan, met dat je thuis bent, navigeren naar je werk. En als je op je werk bent, navigeren naar huis. Dat hebben we ontwikkeld. Deze app staat trouwens ook gewoon in de Play Store. Dus iemand die een smartwatch heeft en hem later wil bekijken, kan hem gewoon downloaden. Nou, dit stel je eenmaal in. Je kunt fotootjes erbij opslaan. Want het is leuk als je uiteindelijk op je loge ook die fotootjes kunt zien. Dan maakt het allemaal net wat mooier. Je drukt op opslaan. Dan kun je je telefoon wegstoppen. En je gaat de prijs met je horloge. We hebben trouwens ook het horloge bij. Dus mocht je het straks even live willen zien, dan kunnen we het bij de stand nog wel even laten zien hoe dat werkt. Je bent, in dit geval was ik op mijn werk. Ik klikte de reisplanner applicatie aan op mijn horloge.
En wat toont hij? Hij zegt van, oké, je kunt over 1 minuut kun je naar huis, vanaf Utrecht Centraal. Nou, dat is fijn, fijn om te weten. 1 minuut ga ik niet halen, dus dan kun je doorschuiven. Je kunt naar verschillende reisadviezen doorschuiven. Er zijn 4 grijze bolletjes, dus je kan 4 reisadviezen de toekomst in swipen. Het eerstvolgende reisadvies was over 30 minuten. Nou, oké, prima. Die kan ik halen. Dan klik ik hem aan. Op het moment dat je hem aanklikt, gaat het horloge voor jou die reis volgen. En dan zal hij ook ervoor zorgen dat je continu actuele informatie krijgt met betrekking tot die reis die je gaat maken. We hebben... Voor ons was het natuurlijk ook nieuw, een horloge. Wat moet je daarmee doen? Moet je een reisplanner nabouwen op je horloge? Of moet je juist net die informatie geven die voor de reiziger op dat moment interessant is? Nou, dat tweede, dat schijnt iedereen het wel over eens te zijn. We hebben geprobeerd om puur alleen die informatie te tonen die voor jou als reiziger van belang is. Nou, wat is dat? Dat is om hoe laat moet ik vertrekken en vanaf welk spoor op welk station. En dat zie je eigenlijk aan de linkerkant van je scherm. Vanaf Utrecht Centraal om 4:08 op spoor 15. Wat blijkt nu, dat is een psychologisch iets, is dat mensen graag willen weten van oké, wat moet ik doen? Maar ik wil ook graag de volgende stap weten. Want ik wil weten of ik op mijn gemak kan gaan zitten in die stoel dadelijk. Of dat ik toch op het balkon blijf staan, omdat ik er na 5 minuten bij spreken wel uit moet. Mensen willen graag weten wat de volgende stap is. Dus daarom hebben we het scherm opgesplitst, zodat we eigenlijk de eerste 2 acties zien die je kunt verwachten. Is het nu 4:08 geweest, dan zit je in die trein. En dan is die informatie niet meer relevant. Dan schuift het horloge automatisch door naar het volgende scherm. Eigenlijk naar het scherm wat je in het midden ziet. Want op het moment dat je eenmaal in de trein zit, ga je je afvragen. Ik moet daar gaan overstappen. Hoeveel overstaptijd heb ik? En dan welke sporen moet ik gaan? Nou, dat is dan ook precies de informatie die je ziet. Je ziet, om 36 komt die trein aan. Om 41 rijdt hij weg. Oké, ik heb 5 minuten. En ik moet van spoor 6B naar 7B gaan. Nou, prima, dat ga ik redden. Gedurende de reis zal deze applicatie ook elke minuut een nieuw reisadvies ophalen. Dus mocht er vertragingen komen of het reisadvies gaan afwijken, dan zul je dat ook gewoon direct zien op je horloge. Kom je uiteindelijk aan om 5 uur op station Best, dan trilt je horloge een keer. In de horloge zit ook een vibrator, dus dan trilt hij een keer en geeft hij de melding, vergeet niet uit te checken. Ga ik even een sheet terug. Als dat lukt. Dit was een POC. Hebben we 3 weken over gedaan. Een aantal dingen die we bijvoorbeeld fout hadden gedaan, was dat we hadden het hele scherm gebruikt en we hadden de tijd niet meer afgedrukt boven. Nou, op het moment dat je dan onderweg bent, dan denk je van hoe laat is het? Kijk je op je horloge, zie je de tijd niet meer. Och ja, het blijft natuurlijk wel een horloge, dus de tijd moet erop staan. Een ander ding waar we heel snel tegen aanliepen was, het is leuk voor de POC om alleen te kunnen reizen van huis naar je werk. Maar je bent toch stiekem ook best vaak niet thuis of op je werk. En dan had je niks aan die reisapplicatie. Zeker als je ergens was en je wilde laten zien van kijk, ik heb een toffe applicatie. Dan werkt het niet, want je was niet op je werk of niet thuis. Dus we hebben het zo gemaakt dat als je niet thuis was of op je werk, dan wist je telefoon niet van oké, waar wil je nu naartoe reizen? Weet je wat, dan gaan we het klant vragen. Dus dan kwam die met het schermpje van waar wil je naartoe? Wil je naar huis of wil je naar je werk? Nou, dat werkt in veel gevallen wel. En mocht je dan nog naar een plaats gaan wat niet je huis of je werk is, dan kun je het ook inspreken. Dus je kunt gewoon zeggen ik wil naar station Best en dan navigeert je naar station Best vanaf de locatie waar je op dat moment bent. Ik gaf al aan, het is al meer dan 1 jaar geleden dat we die applicatie ontwikkeld hebben. We hadden een aantal reacties die goed waren. Mensen vonden het erg leuk dat de NS al met zo'n applicatie bezig was. Super dat de NS op dit vak voorop loopt. En het biedt ook echt wat... Voor smartwatch is het ook een hele leuke applicatie, want het biedt gewoon echt functionaliteit die handig is. Waar we ook tegenaan liepen, waren mensen die het helemaal niks vonden. Dat had er vaak helemaal niet mee te maken dat die applicatie niet fijn was, maar dat had ermee te maken dat ze een smartwatch hadden waar geen Android Wear op draaide. En we hadden die applicatie ontwikkeld voor Android Wear. Dus dat zijn allemaal voorbeelden van mensen die zeggen van ja, het werkt niet, maar dat draait dus een ander systeem op dan Android Wear. En dat heeft een beetje mee te maken dat als je een Android telefoon hebt, kun je
apps downloaden uit de Play Store. En daar kan dan support in zitten voor je horloge. En als je dan een horloge hebt, dan denken mensen van, als ik die app download, dan werkt het ook op mijn horloge. Nou, als je horloge geen Android Wear heeft, zal het nooit gaan werken. Niet de reisplanner app, maar ook geen andere apps die op Android Wear werken. We zijn nu een jaar verder. Misschien dat reizigers, klanten het beter doorhebben. Als ze een horloge gaan kopen, wat voor operating systeem erop draait. Maar waarschijnlijk niet. Hoe werkt dit? Ik zal heel kort even wat vertellen over hoe zo'n applicatie nu werkt. Ik gaf het net al aan. Je downloadt een applicatie als één programma uit de Play Store. En wat zit er dan eigenlijk in? Dan zit er een APK'tje in, wat gewoon het programma is wat op je telefoon draait. En er zit ook een andere APK in die op je horloge draait. En die twee werelden die communiceren met elkaar met behulp van Google Play Services. Nou, zo spannend is dat niet. Die Google Play Services biedt eigenlijk drie API's aan. Node API kun je gebruiken om het andere device te kunnen vinden. Het telefoon gebruikt het om te kijken van oké, zijn er horloges in de buurt? En het horloge kan het gebruiken om te kijken of die een telefoon kan vinden. Message API is om berichten naar elkaar te versturen. Op het moment dat jij je app opent en de reisadvies wil gaan volgen, dan gaat je telefoon, wat eigenlijk de host is, die gaat uiteindelijk al die reisadviezen opvragen. Nou, die krijgt een signaaltje, want je drukt op je scherm, zegt oké, start. Gaat start naar je telefoon toe en je telefoon zal dan het werk gaan doen. De derde API die de Google Play Service biedt, is de Data API. En dat is eigenlijk een soort van gerepliceerde database. Ik heb daar twee voorbeeldjes van. De gerepliceerde database gebruiken wij bijvoorbeeld op het moment dat je de locaties instelt met de foto's daarbij. Je klikt op opslaan en dan komt het in die gerepliceerde database te staan. Het mooie is dan dat als je met je horloge in de buurt komt van je telefoon, wordt die database automatisch gesynct. Dit is een voorbeeldje van de Message API. Ik heb het net eigenlijk ook al verteld. Je hebt een reisadvies, je drukt erop, dan gaat er een commandootje naar de telefoon van oké, start om dat reisadvies te volgen. Dan kijkt die telefoon, ja maar waar ben ik eigenlijk? Oh, ik ben niet thuis, ik ben niet op het werk. Dan stuur ik een signaaltje terug naar het horloge van oké, je moet even aangeven waar je bent, niet location. En zo kun je die interactie doen met behulp van de Message API. Iets waar we vrij snel tegen aanliepen. We hebben natuurlijk, iedereen kent wel hè, de fragmentatie van de Android toestellen. Je hebt allerlei verschillende schermgroottes, allerlei verschillende resoluties en capabilities van toestellen. Wij dachten mooi, er komen horloges, bouwen we één appje voor. Die problematiek die hebben we daar niet. Maar we kwamen al snel bedrogen terug. Want we hadden toen in de tijd 3 tot 4 horloges die we konden gebruiken. En ze werkten, alle drie werkten ze anders. Het meest oogspringende verschil is natuurlijk, de ene is vierkant, de andere is rond. Nou, een horloge is toch iets wat mooi moet zijn, dus je moet het ook mooi designen. Bij een rond horloge centreer je daardoor wat dingen wat meer in het midden. En bij een vierkant horloge zet je het wat meer op de randen. En de Moto 360 die heeft onder zo'n zwart stukje, valt een stukje van het scherm af. Daar vielen precies de puntjes, de puntjes die de swipe aangaven, vielen erachter. Dus dan moet je dan weer iets naar boven duwen. Je moest al rekening houden met al die verschillende horloges. Ik vroeg in het begin even van wie heeft nu zo'n smartwatch? En ik zei ook al van het is meer dan een jaar geleden dat we deze POC hebben gedaan. En in de tussentijd hebben we er eigenlijk niks meer aan gedaan. En dat komt puur door het feit dat er nog maar zo weinig mensen zijn die zo'n smartwatch hebben. Ik zag net volgens mij 1 of 2 vingers de lucht in gaan van mensen die zo'n ding hebben. Apple is natuurlijk nu ook met een smartwatch gekomen. Dat gaat wat harder. We zijn ook bezig binnen de NS om daar support voor te gaan leveren. Wij willen wel binnen een aantal maanden toch hier weer wat leven inblazen. Wat we dan gaan doen, is we gooien de POC-app die we gemaakt hebben, die gooien we weg. En we gaan het integreren met de reisplanner. Dus mensen die de reisplanner hebben en dan ook een smartwatch hebben, die kunnen dat gewoon gebruiken. Wat we ook toe willen gaan voegen, smartwatches worden steeds smarter. Ze kunnen met wifi werken. Er is zelfs nu ook al eentje van LG waar een simkaartje in kan. Dan zou je zelf op pad kunnen gaan zonder je telefoon. Dat vergt wel wat van je software, want je moet het compleet anders gaan maken. Maar dat willen we ook gaan ondersteunen. Dan geef ik nu het woord aan jou. Nou, we hebben nu behoorlijk wat dingen laten zien van wat we allemaal doen. Maar we gaan ook een stuk laten zien van hoe we dat nou doen aan de backend. Want naast de frontend
maken we ook heel veel backends, dat maken we zelf. Dat laat ik nu zien. De filosofie is use the right tool for the job. Dat wil zeggen dat niet zomaar alle technologie naar binnen wordt geschoven, maar we kijken wel wat voor technologie zou passen bij een bepaalde oplossing en welke ervaring er in het team is. En daar baseren we dan een keuze op hoe we dingen gaan aanpakken. Nou, het belangrijkste is dat we eigenlijk qua backends een decompositie doen naar functionaliteit. We hebben bijvoorbeeld een planner API die verantwoordelijk is voor het ophalen van reisadviezen. De taxi API die is verantwoordelijk voor het boeken van zonetaxis. De places API is verantwoordelijk voor het ophalen van locatiedata. Bijvoorbeeld naar welke adressen kun je plannen, welke points of interest en al dat soort dingen. En daarvoor zit een stukje routinglaag waar alle verzoeken binnenkomen, die op basis daarvan weer bepaalt welke API er aangesproken moet worden. En die kunnen elkaar ook onderling aanroepen. Ik zoom in op één specifieke API, dat is de Places API. In de versie 4.2 van de reisplanner gaat er één zoekveld komen waar je bestemming of vertrek kan gaan invullen. Als je de huidige reisplanner kijkt, heb je zowel een station, een adres als een postcodeveld, waar je dus zelf van tevoren moet bepalen waar wil ik op zoeken. Nou, er komt een autocomplete in de volgende versie waar je zowel stations kan gaan zoeken, eventueel favoriet gemaakte locaties met een fotootje erbij, eventueel contacten, mits je daar toestemming voor geeft uiteraard. Dat is allemaal op het device zelf. En daarnaast hebben we die Places API die allerlei andere locatiedata retourneert, zoals taxistandplaatsen, retail en services op stations, bijvoorbeeld waar zit de AH2Go, waar is het kruidvat, al dat soort dingen. Adressen, want je wil natuurlijk ook van en naar adressen kunnen plannen. En straks ook bushaltes en metrostations en points of interest. Die gaan er ook in komen. Nou, hoe ziet die API er dan uit? Nou, het is een REST interface, HTTP JSON. Alle verzoeken komen binnen aan de voorkant. Dan hebben we per type data dat die Places API oplevert, hebben we verschillende actors. Java Akka framework gebruiken wij hier, waarbij elke actor verantwoordelijk is voor het updaten van die brondata. En dat kan verschillende brondata zijn. In het geval van de taxistandplaats is dat een bron binnen NS. In het geval van adressen gebruiken wij Elasticsearch en de basisregistratie die we indexeren om zo die resultaten te retourneren. Komt er nou zo'n verzoek binnen? En die actors zijn ook zelf verantwoordelijk voor het updaten van die data op een gescheduled tijdstip. Bijvoorbeeld om het kwartier, om de dag, om de twee weken, afhankelijk van hoe veranderlijk die data is. Komt er nou een verzoek binnen, dan wordt elke actor geraadpleegd. Je kunt opgeven, ik ben wel of niet geïnteresseerd in adressen of wat dan ook. En afhankelijk van welke data je wil, wordt de betreffende actor bevraagd. En komt hij met het resultaat terug, dan wordt dat zo aan de frontend geretourneerd. Een kleine opsomming qua technologie. We gebruiken heel veel Java 8 op dit moment. De Lambda-expressies is heel krachtig voor het transformeren en werken met collecties op een meer functionele manier. Door het niet te zeggen hoe je iets moet doen, maar wat je moet doen. JAX-RS voor de REST-interface. Akka voor het actor-based model. Elasticsearch voor de adressen. En het draait op Tomcat en Amazon Web Services. Daar ga ik nu wat over vertellen. Nou, we hebben twee hostingpartijen. We hebben een stukje NS Private. De Planner API draait bijvoorbeeld op de NS private infrastructuur. En we hebben een aantal API's die we op Amazon Web Services draaien. Dat geeft ons wat meer flexibiliteit die we nodig hebben om heel snel op klantvragen te kunnen reageren. Nou, hoe ziet die AWS infrastructuur er globaal uit? We hebben één Elastic Load Balancer aan de voorkant waar al het verkeer binnenkomt. Die doet ook aan SSL termination, dus al het verkeer van hier komt over SSL binnen en wordt daarna HTTP. We draaien apps in één of meerdere availability zones, afhankelijk van de beschikbaarheidseisen van een applicatie. Dan moet natuurlijk nog de juiste applicatie gekozen worden als het verzoek binnenkomt. Daar hebben we in elke availability zone een hproxy instance, een load balancer die bepaalt welke API aangestuurd moet worden op basis van het domein. En dan hebben we de API zelf. Dat zijn meestal Java web applicaties die draaien op Tomcat, Elastic Beanstalk.
En sommige draaien in één availability zone, zoals hier, en sommige draaien er in meerdere, als we een autoscaling groep hebben. Het voordeel is ook dat als we deze API updaten, Amazon zorgt ervoor dat eerst één instance wordt geüpdate en daarna de andere, en de load balancer die zorgt er wel voor dat dat verkeer naar de juiste instance toe wordt geleid. Nou, hoe zien die verkeersstromen dan uit? Die komen via de ELB in de H-proxy-laag binnen en dan wordt de juiste API aangestuurd. En dat kan ook cross-zone zijn. Dus valt er een zone uit, dan heb je nog steeds beschikbaarheid hier, als je daarvoor kiest om die te hebben. Nou, naast een stukje deployment hebben we natuurlijk ook een stukje monitoring, want we zeiden in het begin al dat we veelal zelf verantwoordelijk zijn voor het beheren en in de lucht houden van die machines. Een stukje analytics. Wat hier opvalt ten opzichte van de vorige analytics slide is dat niet meer de reisplanner bovenaan staat, maar het calamiteitenbericht. En er zijn 66.000 bezoekers actief op dit moment. En dat komt omdat er destijds in een sneeuwperiode een push-notificatie is geweest naar die app. En dan zie je meteen het verkeer, de functionaliteit, verschuiven. Dus dat is leuk om te zien. Daarnaast hebben we natuurlijk monitoring in Amazon zelf. Bijvoorbeeld de load balancer, die het aantal requests laat zien die daar binnenkomen over een bepaalde tijdsperiode. Dan hebben we de monitoring op H-proxy. Het is niet van belang dat jullie dit nu lezen. Maar dit laat eigenlijk zien het HTTP in verkeer en op elke backend die erachter zit, wat het verkeer van en naar to die API's is. We gebruiken Netflix Hystrix. Wie kent Hystrix? Dat is eigenlijk een library door Netflix ontwikkeld die real-time inzicht geeft even in het performance van applicaties, maar ook een stukje resiliency kan inbouwen. En hier zie je bijvoorbeeld een voorbeeldje als daar verzoeken binnenkomen op zo'n API, wat dat dan doet met al die commando's en die thread pools die daar draaien. Dus dat geeft eigenlijk real-time inzicht in zo'n API. Nou, daarnaast willen we ook graag weten als er iets mis is met een API. Dat willen we zo snel mogelijk meten. Daar gebruiken we CopperEgg voor. Dat is een SaaS-oplossing. En daar kun je eigenlijk een soort functionele checks op API's toekennen, waarbij CopperEgg dan de monitoring doet en ook een berichtje stuurt als er iets mis is met zo'n API. Dus dan krijgen we of een mailtje of een pushmelding. En dan kunnen we meteen zien wat er mis is, of nog niet wat er mis is, waar het misgaat. En dan kunnen we daar onderzoek naar doen. Dan als laatste nog even een kleine blik op waar we op dit moment mee bezig zijn. Dat is nog niet gereleased, maar dat gaat wel komen. Dat is onder andere de NS International app waar we nu mee bezig zijn. Die staat al in de store. Die wordt nu ontwikkeld door een andere partij, maar die wordt nu ontwikkeld door het MLab. Die zal medio december gaan released worden in de store. Dus daar zijn we nu mee bezig. En versie 4.2 waar de autosuggest in gaat komen, die ik net heb laten zien. Dit is ook de versie die nu in de beta store staat. Zijn er mensen die geïnteresseerd zijn om mee te testen in de beta store, dan kan dat. Kom daar gewoon even langs het standje en dan voor iedereen met een Android telefoon of iOS kun je dan even toegang krijgen tot die beta store en zo nieuwe versies vast als eerste testen, mocht je dat leuk vinden. Dan wil ik jullie graag bedanken voor jullie aandacht. We hebben nog 5 minuten tijd voor vragen. Dus wat mij betreft kunnen we nog wel een paar vragen doen als die er zijn. Als jullie het leuk vinden, de presentatie, die kun je ook bij ons centje afhalen. Er schijnen USB-stickjes te liggen waar de presentatie op staat. Dus mocht je dat leuk vinden, loop even naar het centje en neem een USB-stickje mee. Zijn er vragen? Nee, ook iOS. Ja, 2 Android developers, dat zijn wij. En de andere 2 zijn iOS developers. En 1 user interface designer. Maar we doen ook, het is zowel Android als ook backend development. Dus eigenlijk full stack. Dus nu wordt er niks ontwikkeld aan Android. Ligt even stil. Nu wordt er dus niks aan Android ontwikkeld. Dat ligt nu even stil. Nog meer? Geen vragen meer? Nog een vraag?
Die zit er wellicht wel in, maar die hebben wij niet tot onze beschikking. Vraag het even aan de business analyst, die zit helemaal achteraan. Weet jij dat? Weet je wel? It depends waarschijnlijk. Sorry, ik snap waarom niet precies wat... Sony niet op Android Wear zijn analyses gebaseerd? Nee, dat weet ik niet. Goede vraag voor Sony. Nee, Samsung doet het ook met Tizen. Wellicht dat ze toch op een andere manier een graantje mee willen pikken in die markt. Ik weet het niet. Voor beide platformen. Zei je? Alleen als er Android Wear opdraait. Ja, je hebt volgens mij Samsung bij Android Wear, ook Motorola, LG. Er zijn een aantal fabrikanten die dat wel... een aantal fabrikanten ook die voor meerdere platformen kiezen. Dus ja. Ja, dan laat het hierbij. Bedankt voor jullie aandacht.